70 jaar geleden, en wel op 18 februari, werden de oorlogsveteranen warm verwelkomd toen zij terugkeerden van de Tweede Wereldoorlog. Dit heugelijk feit is vanmorgen door het bestuur van de Federatie van Oudstrijders en Ex-Militairen herdacht met een kranslegging bij het monument van gevallenen. De oorlogsveteranen waren ingezet om onder andere het toenmalig Nederlands Oost-Indië te helpen bevrijden uit handen van de Japanners. Minister Ronnie Benschop van Defensie, die de eerste krans legde, sprak zijn bewondering uit voor de aanwezige oudstrijders. Als er nog in leven zijn de Australiëgangers, dank u voor uw inzet. Uw morele en fysieke moed en durf die als voorbeeld kunnen dienen voor de jonge generatie militairen. Mogen de wapenbroeders die ons zijn voorgegaan altijd blijven voortleven in onze gedachten. Aanwezigen. Op eerdere herdenking heb ik het er iets aangehaald. Ik hoop bij de grond van mijn hart dat onze jonge generatie militairen bespaard mogen blijven van de verschrikkingen die deze oorlogsveteranen hebben meegemaakt. De ambassadeur van Nederland, Ernst Noorman, bracht de aanwezigen terug in de geschiedenis van Nederland en Suriname tijdens de oorlog die er toen heerste. Ik neem u graag terug naar 1944. Nederland was bezet door Nazi-Duitsland. Nederlands-Indië door de Japanners. Het waren donkere dagen voor het Koninkrijk der Nederlanden. Suriname, dat toen nog deel uitmaakte van het Koninkrijk, was evenals de rest van het Caribisch gebied in 1943 door de Amerikanen vrijverklaard van oorlogsgevaar. Dat betekent echter niet dat Suriname in Suriname het leven vrolijk fluitend verder ging. Suriname en de Antillen hebben een belangrijke rol gespeeld in de oorlog. De Antillen voor de olie en Suriname, zoals bekend, voor de bauxietindustrie. Het aluminium dat van bauxiet werd gemaakt kon Amerika gevechtsvliegtuigen bouwen, waarmee Europa, Azië en andere delen van de wereld zijn bevrijd. De solidariteit die het Surinaamse volk tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft getoond met de Nederlanders, vele hulpgoederen en fondsen voor de aanschaf van Spitfires tonen de verbondenheid van Suriname met Nederland. Ernst Noorman, de ambassadeur van Nederland, vanmorgen tijdens de kranslegging bij het monument der gevallenen aan de waterkant. Hiermee werd de reunie van de oudstrijders en ex-militairen 70 jaar geleden herdacht.